Sorry, maar ik denk ik laat mijn lader even zien. Ik hoop dat het een beetje scherp is. Ja, dit is beter. Ietsje zo. Ja, kan ik een beetje. Dit is bijna gewoon mijn Fridela soort van. Ik heb het een beetje verdeeld. Ik ga het heel even jullie vasthouden. Zo. Ik kan jullie het beter zien. Hier zit zeg maar mijn mascara. Mijn concealer. Mijn wenkbrauw. Mijn wenkbrauwkwastje, omdat die twee kanten is. Hier zit de spoelie en hier zit het kwastje. Oogpotlood. Wat crèmetjes zoals ooglidcreme. Jullie zien het heel wazig zo te zien. Zo. De ooglidcreme. Mijn wenkbrauw en nog wat andere crèmetjes. Daar zitten de poeders. Hier zit een soort strobing. Nog wat. Nu zien het echt heel slecht. Is niet goed. Kijk zo. Ja. Een strobing poeder. Die zat in een adventkalender. Deze heb ik gekregen. Die ik niet meer gebruik, dat was heel erg nieuw. Nou, hier zitten mijn lipsticks en mijn lipliners in. En wat elastiekjes. Raak ik ze in ieder geval niet kwijt. Hier zit ook nog wat lipstick. Hier ook. Dit is bronzer en highlighter. Dit is een fixing poeder. Die is heel erg shimmer. Die kan je beter als highlight gebruiken. Zoals ik. Hier zit een wenkbrauwpoeder. En hier zit een blush. Hier zit een paar enkel oogschaduwtjes. Die ook. Nou, hier zit een beetje van alles in. Mijn mini sponsjes, mijn grote spons achterin. En wat kleine toolsdingen. Hier zit wat make-up paletten. Dit is een even stiekem Soft Base Care Milk van Trendup. Dat vind ik heel erg fijn, moet ik zeggen. Dan neem ik mijn medicamenten grenzen. Oh, deze moet ik heel even schudden. Die moet je altijd even schudden. Tinted Serum. En dan doe ik altijd een druppeltje deze bij. En deze wel eens in mijn dagcreme of in mijn foundation. Dit is voor waterproof foundation maken. Ideaal. En deze heb ik pas. Die heb ik ook gekregen. Die was ook nieuw. Dan moet ik even testen nog. Oh ja. En mijn Tipex. Maar dat is voordat hij in het donker staat. Als die daar bij mijn bureau staat, staat hij in het licht. Dan gaan we naar de volgende la. Die moet ik ook even scherp stellen. Ik moet er een aantal dingen uit, zie ik. Zo. Ja, soms gebruik je wel eens een manier om dingen te verstoppen. Hier zitten mijn lipsticks in en mijn lipliners. Hier zit nog make-up in van Kiko. Hier zitten de bronzers. En dit is een soft clam filter. Fixing spray, nog een fixing spray. Een aantal dingen, lip scrub en zo. En melting. Hier ook nog iets van Winnie the Pooh. Highlighter bead. Daar die oogpetjes. Paletten nog. Een bronzer. Glowing Soft Bronzer. Nog een palet. Nog een paar andere dingen. Mascara en zo. En blushes.
Hier zit een Morphe tabletten palet. Hier heb ik nog een Naked en hier heb ik nog een speciaal palet. Eigenlijk voor de mooierheid, omdat het een beetje te mooi is. Mooie kleuren ook, maar daar gebruik ik hem niet voor. Gewoon om een beetje happy ervan te worden. Ik moet hem wel goed dicht doen, dan gaat het fout. Zo. Yep. Hier zitten nog twee grote paletten. Nou, we gaan even naar deze. Mijn scheermesjes, mijn ragertjes, mijn dagcremes. En dan hier heb ik nog mijn Clinique serum die ik toen gekocht heb. Dit is al mijn handcreme die ik heb. Het is voetenpleisters. Hier zit nog wat van de dingen in. Nagellak. Je hoort eigenlijk hierbij. Wat doe ik te vallen? Die weer niet om. Dit is mijn nagelverzorging en zo. Hier zijn nog setting sprays met dingen erin. Mijn nagelremover. Dit is zeg maar mijn zendingen en nog een paar op vuilraad. En mijn clay en glow. En hier zit al mijn haarverzorging in. En huidverzorging. Zoals mijn lichaam. Tadaa! Nou, gaan we even omdraaien. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus druk op de abonneeknop, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.